Ik ben Frederik Westerlink, 26 jaar oud en ik ben vandaag de dag managing partner bij Blue Storks. Dat is eigenlijk een bedrijf die zich specialiseert in de verkoop van modeaccessoires in luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met duty-free, dus de wereld van travel en retail. Ik wou altijd ondernemer worden. Ik was altijd zeer gepassioneerd door ondernemerschap. Dus ik heb altijd opgekeken naar mensen die iets ondernamen, gelijk een marktkramer of zelf een persoon die aan huis enveloppes kwam verkopen. Echt iemand die op zoek ging naar een opportuniteit. Na mijn studies KMO-management heb ik eigenlijk nog een jaar internationaal ondernemer gestudeerd in Amiens. Om eigenlijk vooral ook mijn Frans bij te schaven. En toch ook om een beter kijk te hebben op de internationale kaart. En daar heb ik ook de mogelijkheid gehad om nog 2 maanden in China een exportstage te doen. Voor eigenlijk een bedrijf uit Eeklo, Cavalier, die eigenlijk biologische chocolade maakt. Ik heb eigenlijk mijn eerste kans gekregen bij Icewatch. Dus daar heb ik eigenlijk de mogelijkheid gehad om eigenlijk een nieuw kanaal op te richten, Travel Retail. Dus dat is eigenlijk een kanaal die zich specialiseert in de verkoop in luchthavens, vliegtuigmaatschappijen, cruise lines. Dus vandaar heb ik dan eigenlijk toch de mogelijkheid gezien en ook de opportuniteit om zelf op zelfstandige basis daarin iets op te richten. Ik denk de sleutel tot een succesvolle carrière is vooral door de zaken anders aan te pakken dan iedereen. Niet mee te lopen met de kudde, maar af en toe soms tegendraads te gaan en ja, het anders aan te pakken. Dus dat heb ik ook gedaan toen ik begon te solliciteren. Ik ben niet via headhunters gepasseerd, maar echt gewoon meteen de telefoon genomen en naar CEO's gebeld en echt om te zien waar is de opportuniteit.